Een beetje moe, maar voldaan. Zo staat Kemi Agustin vandaag op het trainingsveld bij FC Dordrecht. Met een jetlag, want hij is net terug van zijn reis met het nationale team van Curaçao, waarmee hij geschiedenis heeft geschreven door de plaatsing voor de Gold Cup. Toch zegt Agustin altijd rekening te hebben gehouden met deze unieke prestatie. Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, uiteindelijk was dat wel ooit, in ieder geval toen ik aan begon, mijn doelstelling. Project was begonnen met Kluivert. En uiteindelijk is het waar we altijd naar gevochten hebben, weet je. Het is nu werkelijkheid geworden. Wat zegt dit over de professionalisering misschien wel op het eiland van de sport? Ja, ik moet zeggen, als je kijkt naar de spelers alleen al die we hebben. Ik bedoel, er zijn genoeg spelers die hier in betaald voetbal zitten. Hier en in het buitenland. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En natuurlijk ook de staf die meetelt. Dus we hebben daar stappen in gemaakt. Het is een droom die uitkomt voor Kemi Agustin om in juli aan een groot eindtoernooi te mogen meedoen. Het is natuurlijk het is gewoon een geweldige ervaring die je meemaakt. Als je gewoon puur kijkt naar de mensen die daar leven voor het voetbal, leven voor de wedstrijd, is het natuurlijk gewoon geweldig. En natuurlijk voor ons ook natuurlijk. Ik bedoel, het is het mooiste wat er is om voor je of in ieder geval voor mijn eiland uit te komen. Normaal zeg je land, maar het is het mooiste wat er is om voor je eiland uit te komen. Ik denk dat we nu wel iets moois daarvoor terug hebben gedaan. Is het ook dat het steeds meer bij voetballers van het eiland, zoals jij er een bent, een extra kans die geboden wordt om inderdaad op dat niveau te spelen? Ja, ik bedoel, als je vergelijkt met een aantal jaren geleden, toen waren ze gewoon nog niet zo ver. En ik moet zeggen, dit is gewoon een mooie kans. Ik bedoel, je speelt tegen mooie landen. En je moet blijven geloven. En als je kijkt wat er nu gewoon teweeg is gebracht. Ja, wie weet, blijven dromen. Nog nooit bereikte Curaçao de deelname aan de Gold Cup. En dus wordt er historie geschreven, mede door de middenvelder van FC Dordrecht. Ja, ik denk dat op dit moment het beseffen nog niet echt is. Ik denk dat ik persoonlijk daar pas over een aantal jaren echt ga denken van we hebben echt iets neergezet. Maar natuurlijk, als je kijkt naar het verleden, is het gewoon historisch wat bereikt natuurlijk. Het is er nooit voorgekomen. Nu sta je gewoon hier weer in Dordrecht op het trainingsveld. We zijn volgens mij nog geen eens 24 uur verder of misschien net aan. Ja. Val je niet om van de slaap? Ik ben moe. Maar het beste voor mij, ik ken mezelf ook natuurlijk. En het beste voor mezelf is gewoon om gelijk eigenlijk aan de slag te gaan. En probeer gewoon zo snel mogelijk weer balgevoel te krijgen. En dan vanavond gewoon goed doorslapen. Gelukkig trainen we morgen weer middag. Ik kan het gewoon goed uitrusten. De komende wedstrijd van Dordrecht is pas op zondagmiddag. Maar toch blijft Agustin uit voorzorg aan de kant. Hij krijgt rust van zijn trainer.